Hallo beste clubfans, Thijs Vrien hier. Ik zit hier in het Crown Plaza Hotel in Antwerpen en ik ben vergezeld door Raf Willems. Raf, goedemiddag. Goedemiddag. Bedankt om de tijd te nemen om hier bij me te zitten. Raf heeft net een nieuw boek uit. Niet een boek, maar een nieuw boek. Raf is professioneel schrijver en heeft een mooi boek, Hand in Hand, voor blauw en zwart, clubliefde, van Raoul tot Rafa. En daarover zullen we het vandaag hebben. Raf, stel jezelf eens voor aan het publiek en vertel de mensen wie je bent en wat je doet. Wel, ik ben voetbalschrijver, zoals dat heet. Ik schrijf dus boeken over voetbal, ook reportages, verhalen, maar vooral toch boeken. En dit is mijn 40ste boek in 20 jaar, waarvan er 37 over voetbal gaan. Maar mijn hart klopt al 50 jaar, zie ik er echt zo oud uit? Valt mee, dat valt mee. Beste mensen, je kan het zelf ook oordelen. Het valt best mee. Ja. Voor iemand die van het geboortejaar 1960 is, zie je er best nog veel. Wel, sinds 1968 klopt mijn hart voor blauw en zwart. En kan je vertellen hoe dat gebeurd is? Want je hoort aan Raf zijn accent dat hij niet uit West-Vlaanderen komt. Hij komt uit de gemeente Nijlen. Nijlen, ja. En kan je eens vertellen hoe die... De Kempen. De Kempen, hoe die liefde voor club ontstaan is? Wel, ik heb bijzonder veel geluk gehad, want in 1968 speelde Club Brugge tegen Beerschot, de finale van de Beker van België. En dat was de eerste wedstrijd die ik zag, 's avonds op televisie, sportweekend. En Club Brugge won die na strafschoppen. En wat doet een jongen van 8 jaar? Die supporters voor de winnaar. Altijd, zo ontstaat dus dat. Ik mag er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd, mocht Beerschot betere penalties hebben gegeven. Dan was jij een Kielse rat. Ja. Maar ook, voor alle duidelijkheid, niets mis mee is. Nee. Maar ik ben toch gelukkig dat het blauw en zwart geworden is. En sindsdien, ja, begin jaren 70, opgroeiende jongen, heb ik dan de wonderjaren van Club Brugge meegemaakt, zoals dat heet. Dus toen Happel kwam. Happelperiode. En Club Brugge een Europese topclub werd. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien. Club Brugge, dat was een ploeg die toen heel aanvallend voetbal prediken. Hoe schrijf je het in je boek? Je had daar een term. Volgas voetbal. Zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Ja. Een beetje de stijl van Jurgen Klopp zo bij Borussia Dortmund. Hè. Dus toen wij naar Club Brugge gingen kijken in de jaren 70 en vooral toen Happel kwam, toen wisten wij, we gaan een match zien. We weten dat er zal aangevallen worden. Het kan zijn dat we op de counter gepakt worden en met 4-2 of 4-3 verliezen, maar het speelt geen rol. Ja. Wat heeft je gedreven om nu dit boek te schrijven? Want in feite is het een verzameling van allerhande verhalen over specifieke spelers. Ja, het zijn 50 portretten. Het zijn portretten van mijn 50 favoriete spelers. Dus ik verontschuldig mij meteen bij degenen die er niet in staan. Die 50 die hierin genoemd zijn. We nemen er even enkele voor. Denk ik toch dat ik in een klassieke top 50 thuis. Ik zie hier Mark de Grijze op dit blad. Ik zie Mario Stanic. Ja. Ik zie Andres Mendoza. Jouw favoriete speler. Mijn favoriete speler, ja. Heb je dat niet geschreven? Nee, ik denk dat dat mijn compagnon Karel was die dat geschreven. Oké. Ik snap wat het boek inhoudt en ik begrijp jouw liefde voor de club. Wat betreft de timing had ik graag geweten waarom dit jaar. Omdat het een kampioenenjaar is? Wel, ik heb het geschreven in een paar weken tijd. Soms kan dat met een boek. Meestal moet je een paar maanden aan een boek werken. Maar dat zat in mijn hoofd, dat zat in mijn systeem. Ik oud mij ook echt nu, dit is mijn 40ste boek. Het boek was eigenlijk al geschreven, het moest gewoon op papier. Ja. Ik oud mij nu echt als clubfan, iedereen weet dat wel, maar met dit boek oud ik mij echt als clubfan die volgend jaar zijn 50ste verjaar, het 50ste seizoen ingaat als clubfan. Een halve eeuw clubfan. Een halve eeuw clubliefde, daarom de ondertitel Clubliefde van Raoul tot Rafa. En nu durf je het uiten, want ik weet ook dat je boeken geschreven hebt over Anderlecht. Ja, verschillende boeken over Anderlecht. Ja, ik ben een professional, hè, dus ik schrijf wat zich aandient voor mij. Ik bedoel, en dat moet je 100% goed doen. Een fantastisch jaar, een mooi boek. En hand in hand voor blauw en zwart, Clubliefde van Raoul tot Rafa. Waar kunnen we dit boek krijgen? In de winkel, in de boekhandel. In de betere krantenwinkel ook wel, met een aanbod aan boeken. Maar in eerste instantie in de boekhandel. Ik geef hier ook een aanbod aan, aan clubs of weet ik veel, die supportersorganisaties die iets met het boek willen doen. Of een website zoals jij erin hebt. Wil jij zelf een verkoop organiseren, dan kan dat. Wil je dat, neem contact op. Neem contact op met Raf, neem contact op met mij. Ja. Dat is alle tijd dat we hebben voor vandaag. Ik wil Raf bedanken voor de tijd die hij heeft. Lees het boek, verkrijgbaar in de betere boekhandel.
clubliefde van Raoul tot Rafa. Bedankt.